Dit is het eerste lieflijke dat ik ben tegengekomen in Thailand. Kijk toch hoe vredig die bootjes liggen te dobberen. Romantisch, toch? Ik ben bang dat ik je illusie moet verstoren, Gert. Hé? Weet jij waarom die bootjes zo dobberen? Nee. Dit is de plek waar je de goedkoopste wip in heel Zuidoost-Azië maakt. 50 baht, nog geen 4 gulden. Dat meen je niet. Alle mensen lijn is hier dan niks wat het lijkt. Het scheelt niet veel met die vuilnisbelt die jij vanmiddag hebt gezien. Je zou eens op zo'n boot moeten gaan kijken. En klandizie genoeg natuurlijk met die prijzen. Deze meisjes zijn erg populair bij de lokale heren. Wat denk je wat dat gebrek aan hygiëne hier aanricht? Ja. Bijna 100% is verslaafd. En ruim 84% is besmet met het HIV-virus. Ze verwachten hier in Thailand rond 94 meer dan 1 miljoen seropositieven. Ik ben een geboren Amsterdam alleen. Altijd mijn woordje klaar. Gevraagd of ongevraagd, maakt mij niet uit. Maar hierbij sta ik met mijn bek vol tanden. Hoe los je dit in godsnaam ooit nog op? Ik weet het niet, jongen. Het is dweilen met de kraan open. Ja. En wat nog veel erger is, er lopen massa's kerels rond die niet eens weten dat ze hier iets hebben opgelopen. Of ze halen de meiden naar Nederland waarvan ze niet weten dat ze ziek zijn. Oh jee, ja. En je kan er vergif op innemen dat er bij ons thuis ook nog een boel de pijp uitgaan straks. Aan aids of welke andere smerige ziekte dan ook. Ja, dat is nog eens wat anders dan een diarree van de paella. Dit is wat ze hier een massagesalon noemen, Gert. Ja, de masseuses zitten achter die glazen wand te wachten tot je ze eruit pikt. En aan die knaap in dat hokje vertel je welk nummer je wilt hebben. Ja. Hij roept dat om en het desbetreffende meisje komt naar buiten. Ze neemt je mee naar een privékamer achter die deur daar. Ja. En verder kan je het zelf wel bedenken. Dit is geen sekstoerisme, dit is een industrie. Een multinational op het gebied van de vleeselijke lusten. Oh, daar is Rai Damri, de baas van het spul. Volgens Zhuang moest ik hem ook die foto's laten zien. Onze vriend zou hier een vriendinnetje hebben gehad. Many hello to you. Can I help you? You want nice girl? Rai Damri, I'm police. My colleague too. Ah, police. I very good cooperate with police. Hij bedoelt dat hij genoeg steekpenningen betaalt om met rust te worden gelaten. What you say, sir? Ruang told me you know this man on the pictures. Why are you looking for him? He is a bad man. He killed Thai girl in Holland. You understand? He murdered Thai girl, Kim Kao. Kim Kao? She did? Wait. Herhaalt iemand. Misschien hebben we geluk. Had hij werkelijk een vriendinnetje hier? Laten we het hopen. This is Aka. She no man on picture. Aka, you know him? Oh, yes. He my friend. You are sure he's your friend? Yes. When he here, he visits me all the time. He come to my house. He was nice to me. He said he'd take me to his country. I make much money there. I am very beautiful. You like me. You want me to massage you? No, massage. Aka, this man is dangerous. Number 50. He killed Thai girl. You know his name? Dangerous? Oh, no, he is a nice man. He likes Thai girls. Aka, believe me, he is dangerous. He killed Kim Kao. Kim Kao? She dead? Yes, your friend killed her. You know his name? No name. He come for me next time, he said. He gave me picture. Number 1. He said, I'm rich. You live with me, he said. Kim Kao dead. Picture? Aka, he gave you a picture of himself? Yes, here it is. Pint. Dezelfde kerel. Number 2. Tjongejonge, dat is een behoorlijke auto die onder zijn kont heeft. Ja, zo beet als maar kan. Bingo! Ik kan je zelfs vertellen bij wie je die rode Porsche gekocht heeft. Verdomme, wat een pokkenweer. Jou valt ook alles op. Nou, dat wordt dus springen, hè? Anders komen we nooit over die sloot, Berend. Waarom gaan we niet gewoon via de ingang? Stel toch niet van die stomme vragen, man. We moeten aards en engelen toch niet verder alarmeren? Eén van die twee is de dader. Ja, dat is nog niet zeker, Theo. Maar wel waarschijnlijk. En bovendien zit er een behoorlijk hek voor die ingang. Dat maakt een ongemerkt bezoekje een stuk minder makkelijk. Nou,
springen, Berend. Nee, wacht, ik ga eerst. Nou, kom op, man. Slootje van niks. Grijp je hand wel. Nou, vooruit. Ja, ik hou hier niet van. 1, 2, huppatee. Gadverjazzes. Mijn poot is nat. Straks is mijn schoen naar de sodemieterij. Je zal mijn hand vastgrijpen, Oen. Dat moet je nog goed uitsteken. En niet als een hoedje slap bij je houden. Rot weer trouwens, we zijn er toch al nat. En natte voet meer of minder maakt nou niet meer uit. Ja, dat zijn dure schoenen, weet je dat? Geen uitverkoopje. 300 gulden in de Van Baarlestraat. Ja, je bent zielig. Ja. Nou, laten we nou maar kijken hoe die aards woont. Kunnen we terug naar de auto. Kijk nou een beetje uit, zeg. Straks ben ik een oog kwijt. Jezus, dat het Carlo een moppenpont was, maar jij slaat alles. Je bent af en toe echt een oud wijf, weet je dat? Ja, kijk er maar voor je, we zijn er. Straks zit hij hier nog. Kijk eens eventjes een zwembad. Wat een kanjer. Wat dacht je van die tuin? Zoiets kan alleen door een tuinarchitect worden bedacht. Weet je wat dat kost? Oh, jongen, nou, ik denk dat het hele optrekje toch gauw in de miljoenen loopt. Mm. En dat moet hij allemaal verdienen als adjunct-directeur? Volgens mij zitten we goed. Deze man moet zich bezighouden met praktijken die zwaar geld opleveren. Ja, en hij zou zich heel goed bedacht kunnen hebben dat die Veenstra die inkomst in gevaar zou kunnen brengen. Ja. Ik wil terug naar de auto, ik heb genoeg gezien. Ja, vergeet je handje niet, hè? Anders is je andere poot straks ook nog nat. Hey. Zeg, wat vond je nou van dat concert? Pauze. Ach, ze zouden nooit Haydn en Beethoven in één programma moeten stoppen. Althans, niet de symfonie. Hoezo nou? Ik vind Haydn mooi. Ja, ik vind Haydn ook mooi. Maar Beethoven is, ja, hoe zal ik het zeggen, overweldigend. Vanaf de eerste noot is er een enorme dramatische expressie. En ja, Beethoven grijpt je en laat je pas los wanneer het voorbij is. Terwijl Haydn, ja, dat kabbelt veel meer. Eist minder van je aandacht. Mm. Nou ja, het zal wel aan mij liggen. Muziek is mooi of niet mooi. En van de rest heb ik geen notie, hoor. Nee, maar je merkt toch wel dat het ene werkje meer doet dan het andere, of niet soms? Ah, kijk eens dan. Gered door de piepert. Ja, de zoveelste keer. Maar wacht eens, ze zouden alleen maar bellen als het echt belangrijk was. Dus ik... Waar is hier een telefoon? Hier om het hoekje, ik loop wel even met je mee. Ja. Ja, Karel hier. Wat is er zo belangrijk, man? Oh ja? Ja? Goed, dat is goed nieuws. Ja, ja, kom eraan. Kom eraan. En? Het spijt me. We hebben toestemming van de officier van justitie om een verdachte te arresteren in verband met de Eldorado-zaak. Denk je dat we ooit nog eens van een onverstoorde vrije avond kunnen genieten? Tuurlijk, wanneer ik een andere baan heb. Hè? Nou. Zeg, zal ik dan maar vast naar huis gaan? Ben je nou gek? Die muziek klinkt toch ook prachtig zonder mij. Blijf nou, geniet. Ik zie je straks thuis. Oké? Oké. Ja, daar. Mans, steek van wat? Nou, Aard zit thuis. Het is nu wel zeker dat hij de dader is. Onze voornaamste zorg nu is dat het technisch bewijs rondkomt. En dat we genoeg hebben om hem ook daadwerkelijk achter de tralies te krijgen. En geen procedurefouten dit keer? Anders gaat hij nog vrij uit ook. Nee, er is een observatieteam bij zijn huis gestationeerd. En we houden contact via de mobielofoon. Arrestatieteam staat ook klaar en wacht op ons signaal. Ja. Ik ben er maar vanuit gegaan, Karel, dat Aard vuurwapen gevaarlijk is. Ja, dat zou me niks verbazen. Goed, verder niks? Nee. Dan gaan we erop af. We pakken hem. Ja, nee. Zeg, welke rechtercommissaris gaat ermee? Meester van der Sander, kan hij bij jou in de wagen? Ja, dat is wel. Oké, hallo. Jongen. Kamer 119, Kraak hier. Ja. De verdachte is net in zijn Porsche gestapt en weggereden. We zitten op een veilige afstand achter hem aan. We houden jullie op de hoogte, over. Verdomme, weer wachten. Ja, je moet maar zo denken, Theo. Een haas en een schildpad vieren toch op dezelfde tijd nieuwjaar. Zo'n haast hebben we niet, hij kan geen kant op. Hallo, kamer 119, Kraak hier. Ja. We zitten op de Vreelandse weg. We zijn de verdachte net gepasseerd. Op zijn achterbank staat een grote koffer. Misschien gaat hij richting Schiphol, over. Gaan we naar Schiphol? Nee. Nee, we wachten nog even. Als Aarts inderdaad richting Schiphol blijkt te gaan, wil ik dat het arrestatieteam er zo snel mogelijk heen gaat om op te wachten. Kees, en ik wil dat jij ook meegaat, ook hoor. Ja. En jullie?
Ik denk dat wij maar eens een grondige huiszoeking moeten houden. Hallo, kamer 19, Klaag hier. De verdachte is bij de A1 rechts afgeslagen. Richting Amstelveen Schiphol, over. Oké, dat is het. Ja, gaan we. Stel jij het arrestatieteam op de hoogte. Ja, wij gaan in je nieuwe loodsweg. Ja, ja. Zal ik het proberen? Nee, wacht maar. Ja. Ja. Verrek, het is een Siamese. Wedden dat we die haar al eerder hebben gezien. Ja, dit is ook een Siamese, maar geen kat. Bel de ambulance, vlug. Ja. Verrek, die is van de trap gesodemieterd. Ja, of hij heeft er vanaf gedonderd. Nee. Is ze dood, Theo? Nee, nee. Maar volgens mij scheelt het niet veel. Als ze nou maar opschieten met die ambulance. Jezus, wat een meedogenloze rotzak. Ze komen eraan. Mooi zo. Luister, ik wil dat dit huis systematisch onderzocht wordt. We slaan geen millimeter over. Nou, het is te hopen dat hij echt naar Schiphol rijdt, anders zijn we hem nog kwijt ook. Niks ervan. Als hij doorrijdt, blijft het observatieteam aan zijn kont plakken. Tenzij die onraad bespeurt, blijft het plan onveranderd. Of op Schiphol, of bij de eerste de beste stop. Grijpen we hem. Hallo wagen 43, hallo wagen 43, klok hier. Ik ben in de ondergrondse garage van Schiphol. Iedereen is klaar voor actie. Het wachten is op jullie, over. Ja, Robin, klaar hier. We zijn vlak bij de afslag Schiphol. Rijdt hij voorbij, dan kan hij alleen maar richting Den Haag. Hij houdt al echt op aan, maar het lijkt me dus waarschijnlijker dat hij jouw kant op komt. Over. Ja. Ja, we gaan op de afslag. Hij doet zich in de vreemd uit. Hij komt eraan. Vader Gelenk, over. We zijn er klaar voor. Over en sluiten. Komt eraan. Nu maar hopen dat hij die dure kar liever binnenzet dan buiten. Zodra hij binnenkomt, blokkeer je zijn wagen, dan zet je hem klem. Laat hem niet glippen, wat er ook gebeurt. Begrepen, buitenland. Verdomme, daar is hij al. Kom op, zet hem klem. Rijden. Verdomme, hij draait eruit. Zet hem klem, anders is hij pissen. Ah, hebbes de hufter. Antonius Gerardus Aert, ik arresteer u op verdenking van een dubbele moord, Ewout Veenstra en Kim Kouwen. U heeft het recht om te zwijgen, maar alles wat u zegt kan tegen u worden gebruikt. Dat zult u dan toch moeten bewijzen, meneer adjudant. En daar zult u nog een hele klus aan hebben. Geloof mij nou maar. Afvoeren! Tini! Mijn Gert! Hey, nee hoor, alles in orde hier. Ja, ik ben klaar, ja, ja, ja. Ik kom naar huis. In de loop van morgenavond ben ik er. Nee, schatje, nee, nee, nee. Je ziet me wel verschijnen. Wacht even, schat, er wordt geklopt. Binnen. Ach, momentje, Leen. Ja, Tini, lieverd, morgen ben ik er dus weer. En dan wil ik hebben gebakken aardappels, gehaktballen, andijvie en lekker veel jus. Goed, schatje. Ik moet nu ophangen, maar ik zie je morgen. Dag. Ja, ja, ja. Blij dat jij terug gaat, zeker, hè? Nou, reken erop. Kijk, Thailand is een schitterend land, hoor. Dat is een boel niet in de haak. Maar voor mij is het voornamelijk te heet. Ik voel me als een bolletje in een oven. Zeg, alle informatie over aard is al naar Nederland toe. Oh. Als het goed is, zit die vent al in de bak voordat jij terug bent. Zeg, Leen, en hartstikke bedankt voor al je moeite en je inspanningen. Hè? Zonder jou was het een stuk moeilijker geweest. Oh, kun je mij misschien nog één keertje helpen? Nou, zeg het maar, jongen. Ik moet namelijk nog iets leuks hebben voor Tini, had ik er beloofd. Maar dat is me glad door mijn kop geschoten. Kom voor elkaar. Wat dat betreft is er hier ook keus genoeg. Zeg, zullen we gaan? Juist. En dan trakteer ik jou nog één keer op een lekkere kouwe. Klets. Juist, meneer Aert. Het technisch bewijsmateriaal tegen u is zeer uitvoerig. We kunnen meer dan aannemelijk maken dat u verantwoordelijk bent voor de moord op Ewout Veenstra en Kim Kouw. Dat kunt u helemaal niet. U speculeert alleen maar. Ik wil mijn advocaat spreken. Zonder mijn advocaat zeg ik niks. Oh, dat is verstandig, meneer Aert. Natuurlijk krijgt u advocaat. Heel zorgvuldig van u om niks te zeggen zonder de hulp van een deskundige. Deskundige hulp kunt u echt gebruiken.
meisje dat wij in uw woning hebben gevonden... Ja, dat gaat u toch ook niet in mijn schoenen schuiven, hè? Alleen omdat ze toevallig in mijn huis lag. Ik heb haar ook zo gevonden, ik ken haar niet. Een inbreekster die van mijn trap is gevallen. Daar kan ik niks aan doen, toch? Nee. En die u daar gewoon wilde laten liggen, hè? Zonder de politie te waarschuwen? U kunt echt beter uw mond houden tot uw advocaat er is. Improviseren gaat er niet goed af. En om antwoord te geven op uw vraag... Nee. Wij gaan u die moord niet in de schoenen schuiven. Gelukkig maar. Ja, simpel. Omdat ze niet dood is. Wat? Juist. Ja, probeer me maar uit de tent te lokken. Ondanks uw gebruikelijke zorgvuldigheid... bent u dit keer iets te gehaast te werk gegaan. Ze heeft een arm en een been gebroken. En een gekneusde nek. Maar ze leeft. En de geheugen mankeert niets, meneer Aarts. Gelukkig maar. Ze heeft een volledige verhaal al kunnen vertellen. Ze zal graag tegen u getuigen. Verdomme, vale hoer. Goed, dus meneer Aarts, u kunt beter een bekentenis afleggen. Liegen zal u niet meer helpen. Jullie willen een verklaring. Nou, dan zal ik jullie een verklaring geven. Goed? Ja, is goed. Prima. Ja. Mans, ja. Maak jij er een pvb'tje van? Ja. Ik heb nog andere zaken die nu weer belangrijker zijn. Juist. Nou... Zo, nou, vertelt u het maar. Gewoon in uw eigen woorden. Dan maken wij straks het procesverbaal. En dat kunt u dan teruglezen en ondertekenen. Begint u maar. Ja? Ja. Ja, ik ben als fotograaf begonnen vroeger. Hè? Porno en zo. Ja. En toen ben ik zo via in Thailand... verzeild geraakt, zo met die sekstours die er georganiseerd werden. En dat is zo'n beetje uit de hand gelopen. En toen ben ik daar een tijdje gaan wonen. Daar heb ik me ook verdiept in judo. En, zo. Interessant. He? En karate en zo. Hmm. Nou, toen na een paar jaar daar ben ik weer teruggekomen. En toen kon ik aan de slag bij El Dorado. Ja. Nou, met mijn kennis en contacten in Thailand... dan heb ik daar een vrouwenhandeltje op gezet. En dat liep fantastisch. Ja, dat zal wel. Ik kocht de meisjes voor 500 gulden... en ze leverden 10 ruggen per jaar op. Ja, en hoe kreeg je ze dan hier? Hoe kreeg je ze legaal? Oh, Hollanders, Duitsers genoeg... die willen trouwen voor 1000 piek met zo'n meisje. Dat is niet zo moeilijk. Dan kregen ze toch een legaal paspoort en alles. Maar ja, toen ging de vreemdelingenpolitie... ging die controles verscherpen... en toen zijn we daarmee gestopt. Mm. Toen haalde ik ze gewoon als toerist hier naartoe. En dan zet ik ze ergens in een hoerenkast. Dus zolang die controles uitbleven, was er niks aan de hand. Kim Kauw? Hm? Kim Kauw, zei ik. Ja, mag ik wat water? Ik krijg een schorre keel van al de praten. Ja, doe maar. Meneer wil een glaasje water. Nou, en hoe zit het dan met die Kim Kauw? Ja, bedankt. Kim Kauw, ja. Ja, zei ik. Op een dag kwam ze bij me. De vader was ernstig ziek en ze had geld nodig. Of ik dan niet wat meer geld wilde laten houden. Ja, dat ze de vader dan kon helpen en zo. Ja, ze smeekte, huilend, ze snotterend en al. Maar ik heb haar dat geld natuurlijk niet gegeven. Nee. Als je daarmee begint, heb je binnen de kortste keren al die wijven aan het zeuren. Maar ja, ze bleef maar aandringen. En toen heb ik dat toch duidelijk moeten maken dat ze daar eens mee op moest houden. Ja. En hoe heb jij dat dan duidelijk gemaakt op jouw manier? Met slaag natuurlijk. Dat is het enige dat die Thaise wijven begrijpen. Zo. Ze hebben toch geen poot om op te staan? Dat zit in een cultuur in gebak. Ze hebben geen poot om op te staan en dat weten ze. Als jullie ze pakken, dan kunnen ze terug naar huis. Terug naar de straatprostitutie. Met Jan en alle man. Ja. Nou, daarna hield ze zich gedijst. Tenminste, dat dacht ik. Hè? Toen ik een tijdje later vroeg of ze al genoeg geld bij elkaar had gewipt voor de vader... toen zei ze dat ze alles aan Veenstra had verteld. Dat hij er een verhaal van wilde maken over de vrouwenhandel. En verder? Is er verder gegaan dan? Ja, toen moest ik ingrijpen natuurlijk. Ik kon mijn handen toch niet naar de knoppen laten gaan. Ik kon toch moeilijk voor 100.000 gulden per maand zomaar weggooien. Wat zou jij doen dan?
Ja, hoe is dat nou precies gegaan met die Veenstra dan? Eerst heb ik hem voorzichtig uitgehoord. Op een avond in El Dorado. En toen heb ik hem uitgenodigd bij mij thuis. Ja, hij was nogal tuk op informatie, dus het was een zacht eindje om hem over te halen. Ik leidde hem ook nog door hem te vertellen dat ik een nieuwe Thijsje thuis had bij mij. Onbedorven nog. En dat hij de eer mocht hebben om de eerste te zijn. Veenstra hield van jong en donker. Hij begon al te kwijlen bij het idee alleen. Hij kwam. Nou, we hebben uitgebreid zitten eten en dat was dat. Het eten zat vol rohypnol. En hij was zo in slaap. Zo. Toen heb ik hem gewurgd. Makkelijk zat. Maar hoe heb je dat lijk dan weggekregen? Ik heb hem met zijn eigen auto naar El Dorado gereden. En toen heb ik dat mes erin gestoken. Zo. Dat had ik ooit bij Kou meegenomen. Nou, toen heb ik zijn auto bij de omroep neergezet. En zijn bureau leeggehaald. Appeltje eitje. En jij hebt dat anonieme telefoontje gepleegd met de bedoeling om de schuld aan Kim Kou te geven, niet? Dat is niet zo moeilijk. En Kim Kou zelf? Nou, als jullie duidelijk merken dat ze me verdacht van de moord op Veenstra. Onder het mom dat ik er alsnog dat geld wilde geven, heb ik toen met haar afgesproken. Ik heb haar thuis opgehaald en toen bij Zorgvliet gedumpt. Juist. En hoe ben je aan die chemicaliën gekomen? Oh, ja. Ja, toen ik mijn huis kocht, toen stond er in de schuur nog een flesje met cyanidekristallen. Hadden de vorige bewoners gebruikt tegen de ratten. Ja, dat heb ik bewaard. Zoiets kan altijd van pas komen, niet? Nou, toen heb ik de vingerafdrukken op de mapjes gezet waar de papieren van Veenstra in zaten. En die heb ik teruggestuurd. Voor de verwarring, zo te zeggen. Ja. Nou, ja, zo is het wel genoeg voor vandaag, Aart. De andere details die komen nog wel. Eén ding nog. Jij hebt helemaal geen spijt, hè, van wat je hebt gedaan. Spijt? Ja, spijt heb ik wel. Ik had die Thaise hoor gewoon dat geld moeten geven voor de vader. Dat heeft uiteindelijk meer rendement opgeleverd. Ja, maar wat denk je wat mij overkomt gisteren? Ja, weet ik niks. Nee. Ja, je kent hem al. Ja. Goed. Jongens, mag ik even wat zeggen? Ja. Stil. Goed, ja, jullie weten, ik ben niet gek op toespraakjes en daarom hou ik ze ook altijd. Ja. Hoort bij de baan. Hè? Reden om promotie te weigeren, Theo. Nou, ga je gang maar. Goed, ik moet toch eerst even wat zaken kwijt. Ten eerste is de zaak Veenstra helemaal rond. Behalve de volledige bekentenis van Aarts en het technisch bewijs... hebben we nu ook een duidelijke identificatie met de taxichauffeur... die Aarts vanaf Zorgvliet naar het Muiderpoortstation heeft gereden. Juist. Hele affaire, kan zo de statistieken in. Natuurlijk, voornamelijk dankzij ons eigen doorzetten... hier en de goede onderlinge samenwerking. Nou, tussen Theo en Carlo weet ik dat zo net nog niet. Dat gekibbel wordt steeds erger. Net knabbel en babbel. Wij? Nee, hoor. Ah, jawel. Ons gaat het uitstekend. Wij weten nergens van, man. Volgens mij probeer jij je eigen gedrag te verdoezelen, man. Ja. Ik maak me sterk dat Maria nu inderdaad geklaagd heeft over ongewenste intimiteiten op het werk. Oh. Krijg je toch nog je handen aan de voet. Maria. Jongens, ik wil toch even speciaal wijzen op het uitstekende werk van Leen Looyer. En Gert in Bangkok. Ja. Gert, jongen, zonder jou. Zaten we hier een stuk ruimer in de wagen. Ja, dat is waar. Proost. Ja, proost. Hey, jongens, verblijf van eten nou. Ik ga rek van de honger. Op verzoek van Henk de Wit is er besloten dat ons traditionele etentje na afloop niet besteld is bij de Chinees aan de overkant. Nee, hij heeft 40 van die restaurants van binnen gezien. En we halen het nu bij de Italiaan om doel. Ja, toch niet bij alle 40 hoeven eten. Ik zeg, nou, Gert. Ja. Heb jij nog veel moeten uitleggen aan Tini? Hè? Hoe zit dat? Oh jee, daar gaat hij weer. Ik dacht al hoe lang nog. Nou, het was wel even moeilijk om het duidelijk te maken, Theo, welke verleidingen ik allemaal heb moeten doorstaan. Maar toen ze er eenmaal van overtuigd was dat ik er zo trouw ben gebleven als een hond, heeft ze me heerlijk verwend. Nou, Gert, laat het eens horen, jongen. Ja, laat ons. Ze heeft mijn favoriete ballen klaargemaakt. Die Tini toch, ja, stille wateren. Gehaktballen, smeerlap. Gehaktballen met jus. U hebt geluisterd naar het zesde, tevens laatste deel van Moord in El Dorado. Een hoorspel naar de gelijknamige politieromanreeks Kamer 119. Geschreven door Wil Simon,
in de bewerking van Bart Reumer. De rolverdeling. Karel van Huizen, Gees Linnenbank. Kees Klok, Piet Reumer. Mans van der Heg, Frits Lambrechts. Gert Pieters, Ben Hulsman. Theo van Ton, Cor van Rijn. Beren Brons, Loes Steenbergen. Carlo Visser, Maarten Spanjer. Trudy van Huizen, Bea Meulman. Ton Aarts, René van Asten. Rai Damri, Stan Limburg. Aka, Marta Kensmil. En Leen Looyer, Hans Karsenbarg. Technische realisatie, Tom Prudon en Jan-Willem Wassily. Regie, Hero Muller.